Achterveld Sport. Goed, we zijn vertrokken. Heel veel succes, dames. Maar die rijdt voor een vrachtbal, hè? Elma de Vries met mevrouw Van Baarden zeggen van we gaan er zo van die boom schudden. Een hele bekende boom, maar we zien wel dat een aantal dames meteen in het probleem is. Als het nu wat weggaat, dan is het zo zeg. Hier is Manon Kamminga, zei de dame aan de leiding. We gaan kijken wat de achtervolging is ingezet. Met Elma de Vries en Bianca Roosboom het verschil is kort, hoor. Heel kort, maar 4 seconden. Ah, het verschil was minimaal. Hè? Bianca Roosboom, Manon Kamminga. Alles bij elkaar. Hij wordt op elkaar gelegd, hè? Bellen voor de gedubbelde rijders. Ja, bellen voor de gedubbelde rijders. Alles gesloten, alles bij elkaar. We gaan bijna bellen. Hier de laatste ronde. Laatste ronde in achterkant. Hier zien we de versnelling. Versnelling van de dames. Weten dat we gaan naar de laatste bel. Bel voor de laatste ronde met Imke van Meer. En Van Baarden. En Schouwenberg, die moet het dan gaan doen. Daarachter wordt gekeken. Daarachter wordt gekeken. Elze Mieke van Baarden. Komen ze met z'n tweeën. Imke van Meer. Imke van Meer aan de landing. Elze Mieke van Baarden is er. Imke van Meer. Elze Mieke van Baarden. En Imke, van harte gefeliciteerd. Dat was een, best wel een beetje onverwachte overwinning volgens mij. Ja, zeker. De meeste wel, maar stiekem gaat het gewoon wel goed dit seizoen. Dus hij zat er wel aan te komen, maar dat het vandaag al zou gebeuren is voor mij ook wel een... Maar als je de wedstrijd bekijkt, dan was het toch niet zo'n hele logische overwinning volgens mij. Want jullie waren weg. Ja. Maar er werd erachter toch nog wel een beetje bekeken of ze jullie konden laten gaan. Ik ging en daar reageerde Elze Mieke op. Dus we waren met z'n tweeën weg en daar reageerde Kelly weer op. Met nog 1 of 2 dames. En ja, toen dacht Bianca, nou daar ga ik niet op reageren. Dat betekent dat we zijn begonnen de wedstrijd. Veel belangrijker mannen die aan het jagen zijn. Dat kan gebeuren. 30 rondes nog te gaan met Holwerf hier. En die 6 handen. Hier is hij, ontploft. Die kuiten. Hekman met Ariens. Ja, en voor mannen die gedubbeld zijn, u gaat niet meerijden met de kopgroep. Dus voor gedubbelde mannen, u gaat niet meerijden met de kopgroep. Komt ie aan, Bart Holmer. En dames en heren, u staat er, gooi die koffie in de lucht, applaudisseer van de beker erop. Bart Holmer, in zeker. Hij is weg. Kijk, met z'n tweeën, u gaat applaudisseren dames en heren. Ariens en Holmer. Woe, weg. Ingmar Berga. In 50 seconden is het gat. Ariens Holwerf. Is het naast elkaar? Bart Holwerf, Kruisplein Ariens. Ariens Holwerf is de gaan ervoor. Is het... Ja! Zeg. Was dit afgesproken werk vanavond dat je het met z'n tweeën gingen doen? Of Bart? Dit is altijd wel een optie. Maar het is niet zoals je eigenlijk verwacht. Kijk... We hebben wel veel wedstrijden waar we of solo of met een groepje aankomen. Maar dat je met 2 ploeggenoten zo vooruit kan, dat is wel supermooi. Je had formidabele steun volgens mij. Want ja, jij denkt natuurlijk ook van ik ga voor de overwinning.
Ja, weet je, we rijden hier sowieso voor de overwinning. En we hebben natuurlijk een hele sterke ploeg met 5 goede gasten erin. En dat helpt gewoon wel mee. En het is gewoon, dat rijdt de wedstrijd al makkelijker. Dus toen toen Bart wegsprong in zijn eentje en ik kon er naartoe springen. En ik denk, nou ja, dan ben je met z'n tweeën weg. Nou ja, toen konden we het mooi. Nou, toen lieten jullie het gewoon echt niet meer gaan. Nee, maar dat kon ook niet meer. Als je daar met z'n tweeën helemaal een gat van 30 seconden hebt, dan mag je hem ook niet meer weggeven. Nee. Dus dat was top. En we hebben er op het einde nog een mooi sprintje van gemaakt. Bart, Chris Pijn zegt het al, de ploeg is heel sterk. Maar dat is natuurlijk ook hetgene wat het afgelopen seizoen al een paar keer heel sterk naar voren gekomen is, toch? Ja, zeker. We hebben ook afgelopen schaatsseizoen een heel goed seizoen gedraaid met veel overwinningen. We pakten de klassement en ploegklassement wonnen. Een nationale titel natuurreis, veel kunstrijdswedstrijden. Vorige week pakten we ook de Nederlandse titel met Chris Pijn in Waarland. Dus ja, dat geeft wel aan dat we wel goed zitten bij de ploeg. Ja, dat was natuurlijk eigenlijk een beetje alvast de topping op de taart, dat Nederlands kampioenschap voor jou. Ja, zeker. Weet je, vorig jaar waren we ook heel goed met de ploeg. En toen hebben we het NK een beetje verprutst. En daar heb ik ook zelf aan meegewerkt. En dat konden we niet nog een keer doen. En we hebben er alles aan gedaan om die fouten gewoon weer recht te zetten. En dat ging gewoon perfect. Dorps TV Achterveld Sport.